Het is 136 pk en er zit een batterij van 24 kW, dat is al wat meer. Nou, het is vergelijkbaar met een goede benzine- of dieselmotor. 600 kilometer kun je gewoon rijden. En alleen het leuke is, het koppel, hè, als je bij het stoplicht staat, ben je altijd als eerste weg. Want het is natuurlijk een elektrische auto. Oké, de waterstofauto is dus eigenlijk een elektrische auto. Alleen de elektriciteit komt niet uit het stopcontact, maar wordt opgewekt met waterstof. In de eigen elektriciteitscentrale onder de motorkap komt waterstof met zuurstof in aanraking, waardoor er water en elektriciteit ontstaat. Het water verdwijnt via de uitlaat en met de elektriciteit wordt de elektromotor aangedreven. Nou, dan gooit u er in plaats van liters kilo's in. Kilo's. Ja, 5,6 kilo gaat erin en dat is goed voor 600-700 kilometer. En dan wil ik graag weten, wat kost dat dan een tankbeurt? Ja, dat is natuurlijk, als je niet weet wat een kilo waterstof komt, dan kom je nergens. Maar ze hebben dat tegen de aardgasprijs aangelegd, dat is tussen de 8 en de 10 euro per kilo. Als er wat meer tankstations zijn, dan zullen er ook meer consumenten gaan volgen. Nou, laten we daar nou eens 5 jaar van nemen, dan zou dat toch goed zijn, denk ik. Ja. Ik vind het allemaal erg mooi, maar zou ik zelf ook even kunnen rijden? Ja, natuurlijk. En afgezien van dat het heel stil is, merk je er als bestuurder... Nee. Het is gewoon, je rijdt van A naar B. Ja. En het is alleen groen. En waarom zou je het heel ingewikkeld doen? Mensen moeten gewoon kunnen rijden. Ik wil weten of het klopt. Probeer het maar. Nou, ik zou zeggen proost. Cheers. Nee, het is echt gewoon... Je slaat niet groen uit, hè? Nee. Hey, dankjewel. Graag gedaan.